zeg maar, tweede helft, 17e eeuw, hebben hier heel veel veenborgen gestaan in deze omgeving. En de trein waar we nu staan is een van die oude veenborgen. Nou, veenborgen, dat zijn eigenlijk een soort buitenplaatsen. Die werden gesticht zo ongeveer de tweede helft van de 17e eeuw door rijke, welgestelde burgers uit Groningen. Die veel geld hadden verdiend met vervening hier, dus met het opgraven van de turf. En dat waren eigenlijk tot zomerverblijf. Daar verbleven ze in de zomer en 's winters woonden ze dan in de stad. Sommige veenborgen waren echt best wel luxe, echt chique huizen met allure. Sommige waren weinig meer dan een soort vergrote boerderij. Maar het waren vooral de tuinen waar ze bekend om stonden. Dus een hele mooie aangelegde, chique tuinen en parkachtige aanleg. We weten niet wat de naam is van deze veenborg. Dat is eigenlijk verloren gegaan in de geschiedenis. We kunnen er ook weinig meer van zien. Het zit allemaal in het bodemarchief, zullen we zeggen, ligt onder de grond. En wat we eigenlijk geprobeerd hebben te doen is die veenborg zeg maar, als het ware weer symboliseren. Zichtbaar maken op een subtiele manier. En dat hebben we gedaan door hier een groot grondwerk te maken. We staan nu op het eerste plateau. Je ziet daar achter ons het tweede plateau. En daarachter zie je nog van een hoger plateau. Dat hogere plateau dat markeert eigenlijk de plek waar vroeger ongeveer het landhuis moet hebben gestaan. Er komen straks hele grote rode beuken op, die markeren daarmee een beetje de plek. En hier komt straks een hele grote laan omheen die helemaal rondom loopt. En die markeert eigenlijk bij elkaar, symboliseert dat een beetje de plek waar het landhuis, die veenborg heeft gestaan. Het is eigenlijk wel jammer dat je daar zo weinig meer van kan zien. Terwijl het een heel belangrijk onderdeel is geweest in de geschiedenis van dit gebied. Daarom vonden we het toch wel belangrijk om daar iets van zichtbaar te maken. Nou, daarnaast voegt het ook gewoon iets interessants toe aan zo'n natuurgebied. Het is niet alleen maar natuur. Alleen maar voor de dieren, maar het is ook voor de mensen die hier wonen. Ze kunnen het bekijken. Je ziet iets staan en je denkt van, hé, wat is dit? Waarom staat het daar? En dat alleen al doordat het wat vragen oproept, maakt het interessanter.